Heb jij last van een kleine pik na het snuiven? Heb jij nooit geleerd hoe je nou een goede jonko rolt? Schaatsen jouw kaken sneller dan Sven Kramer? Dan heb ik dé oplossing voor jou. Stuur nu een DM naar @spuitenenslikken en krijg 3 tips helemaal gratis. In Jiva's DM beantwoord ik al jullie drugsvragen. Dit betekent niet dat jij ook drugs moet gebruiken. Wil je dat wel? Informeer jezelf vooraf dan goed. Voor professioneel advies verwijs ik je door naar Unity. www.unity.nl. Heb je drugs gebruikt en gaat er iets mis? Bel dan 112. Hallo vriendelijke vrienden. Wat goed dat je op deze video hebt geklikt. Zoals jullie weten ben ik hier om al jullie problemen op te lossen. Dus ik ben heel benieuwd waar de DM deze week over gaat. Na een paar XC-pillen ben ik altijd 24 uur wakker. Hoe voorkom ik dit? Kort maar krachtig, hele goede vraag, heel herkenbaar probleem. Ik ga jou helpen om van je plafond niet af te komen. DM binnen 24 uur en ontvang gratis tips. Oh nee, heb je net iemand gevonden om je zaterdagshift over te nemen? Kom je erachter dat het tijd is om in te checken voor plafonddienst? Ja, heel kut. Ik heb er zelf ook heel veel last van en wat ik altijd voor me zie als ik dan mijn ogen dicht doe en probeer te slapen, is een circusaap die zo aan het klappen is en het gaat gewoon niet weg, waar je ook aan probeert te denken. Maar hoe komt het nou dat je moe bent na een feestje, maar niet in slaap kan komen, dus de zogenaamde plafonddienst? Eigenlijk is het heel logisch. Er zitten gewoon een heleboel stoffen in je lichaam die nog werkzaam zijn. En dat zijn dezelfde stoffen die ervoor zorgen dat je de hele tijd zin hebt om te dansen, om te praten met je vrienden, lekker energiek door te gaan. En ja, dat houdt niet zomaar op. Dus je hoofd zegt slaap, maar je lichaam zegt nope. En dat is vervelend. Maar probeer in ieder geval niet extra drugs te nemen of alcohol om de slaap op te wekken. Dat is namelijk niet gezond en dat werkt ook eigenlijk helemaal niet goed. Wat wel werkt, mijn tips. Luister goed. Tip 1. Een wijs man zei eens, inkakken is bijpakken. Maar helaas, niks is minder waar. Tenminste niet als je wilt slapen. Want als jij aan het einde van de avond moe wordt en denkt, ik neem lekker een extra nakkie zodat ik de after niet hoef te verlaten, weet dan ook dat je daarmee je slaapgevoel wegsnuift. Dus stonden er nog belangrijke dingen op de planning, zoals de bingo met Tante Cor, bingo! Of het verjaardagsfeestje van het nichtje van je achterneef van de buurvrouw, ja, dan wordt het lastig. Zeg gewoon nee! Ho, stop tegen die speed. Wees gewoon die partypoeper, luister naar je gevoel, pak je spullen en ga lekker naar huis je bed in. Hopelijk is het al donker buiten, maar mocht jij nou niet de eigenaar zijn van zonwerende gordijnen, doe dan even een slaapmasker op. En bedenk je ook, wanneer andere mensen zich aan het afvragen zijn in welke keuken ze ook weer zijn beland, lig jij al lekker schaapjes te tellen. Van afters komt toch nooit veel goeds. Tip 2. Oh, jij hebt niet geluisterd naar mijn vorige tip, hè? Nee, nee. Klaas Vaak slaat jouw adres vanavond over. Geen retourtje dromenland voor jou. Maar waarschijnlijk ga je dus vanavond niet meer slapen. Maakt niet uit. Het beste wat je nu gewoon kan doen is dat accepteren. En je kan nadenken over wat je nu wel kan gaan doen met de tijd die is vrijgekomen. Bijvoorbeeld, kijk een film. Natuurfilms werken altijd goed. En nee, niet dat soort natuurfilms. Maar iets over de trektocht van pinguïns of zo. 2 weeks have passed. Ja, of lees een boek. Het is tijd om het boek erbij te pakken wat al maanden onaangeroerd op jouw nachtkastje ligt. Plus, van lezen word je moe. Dus misschien werkt dat ook wel voor jou. Of doe wat nuttigs met je tijd. Vervang bijvoorbeeld die lamp die al maanden stuk is. Zet het afval buiten. Ga een plint plakken. Doe gewoon die kutklusjes waar je door de week geen zin en tijd voor hebt. Of zorg dat je een maatje hebt voor een anti-sleepover. Platonisch of romantisch, dat maakt niet uit. En bij die romantisch hoef ik je nu natuurlijk niet te vertellen wat je dan gaat doen. Maar met een platonische vriend of vriendin kan je misschien lekker een goed gesprek gaan voeren. Erop los filosoferen. Tony, wat denk jij? Zou je liever willen dat iedereen denkt dat je een geit hebt geneukt, maar je hebt het niet gedaan? Of dat niemand weet dat je het hebt gedaan, maar je moet het wel echt doen? Ik zou sowieso die geit neuken. Ja, dat is waar. Of ga naar buiten. Let op, doe dit wel als het een beetje veilig is waar je woont. Of zoek een wandelbuddy. Trek lekker je schoenen aan en ga op pad. Ga naar het park, ga sterren kijken, ga de zon zien opkomen. En onthoud wel, niet de eendjes gaan voeren, want dat is slecht. Tip 3. Kom je nou echt niet onder die moederdagsbrunch uit en wil je kosten wat het kost gewoon een paar uurtjes stukken, dan zijn er een paar dingen die je kunt doen om iets sneller in slaap te komen. Allereerst begin met een kopje kamillethee. Dat is namelijk rustgevend en bevat geen cafeïne.
Dus dat werkt altijd. En ik heb ook nog twee mentale oefeningen voor je die je gaan helpen om in slaap te komen. En de eerste is iets wat ik heb gehoord dat militairen doen als ze helemaal strak staan van de spanning en dus willen slapen. En die gaat zo. Je ademt 4 seconden in. Dan hou je je adem 7 seconden vast. En vervolgens adem je in 8 seconden uit. Mocht die nou niet werken voor je, dan heb ik nog een andere. En die heeft iemand mij een keer verteld, die werkt voor mij echt als een tiet. Je visualiseert dat je een koffer voor je hebt. En daar stop je al je problemen in, je sores, je moeder die aan je hoofd zeurt, het gevoel dat je veel te veel drugs hebt gebruikt. Alles stop je in die koffer. Nou, dan doe je die koffer dicht en dan loop je in je hoofd, obviously, naar het station. Waar dichtbij de eindstation. En dan zet je die koffer met problemen en al zo op de trein. En dan zwaai je hem uit. Doei problemen. Dag. Ik garandeer je, nog voordat jij die koffer op de trein hebt gezet, zit jij al in dromenland. Natas slaapt. Hopelijk hebben de tips voor jou ook gewerkt. En bevind jij je nu ook lekker in dromenland? Als dat zo is, vergeet mij vooral morgen niet te bedanken in de DM's. En wil jij nou ook een antwoord op jouw probleem? Stuur dan jouw DM gratis naar Spuiten en Slikken. En vergeet vooral niet je duimpjes omhoog te doen om voor 0 euro geabonneerd te zijn op ons kanaal. Tot volgende week!